tegen een bos. Maar vandaag gaan we de boel helemaal omgooien. Ik ga de voeten aan de kor uit. Dat is voor mij heel moeilijk, want daar geven we altijd heel veel prikkels. Maar we gaan naar de kor uit. Niet gesponsord trouwens, voor alle verduidelijking. En daar gaan we eigenlijk de kruwersten halen en zo dingen allemaal. En de cola. Ja, voor de rest zien we het wel wat we daar kunnen halen. Dus en als alles normaal zien op schema loopt, ik zal het zeggen op schema, dan gaan we nog naar de Aldi voor het anders te gaan halen allemaal. Maar we gaan eerst naar Ginter. Dat is het verste van allemaal natuurlijk. En daarom gaan we eerst naar daar. Dus de zon is aan het ondergaan trouwens. Kijk, daar kan je het goed zien. Dat de zon aan het onderaan is. Momenteel. Dus daarom. Het is wel wat frisjes buiten, maar het valt nog mee. Dus het is niet te koud. Of het valt nog maar in de gewee. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik had het wat kouder verwacht en zo. Maar dat is niet het geval. Daar ben ik wel blij mee. We lopen nu hier. Dit spatje. En we komen dus weer tegen. Dus hier. Dus hier. Dus het is gewoon aan het ondergaan. Het is echt aan het ondergaan. Ik heb echt een mooie herinnering aan het Sevier. Wat veel mensen niet weten, en dat ik ook eigenlijk bijna nooit vertel, is dat ik hier ooit K3 ontmoet heb in dit rond 2000 was. Ze had in ieder geval zomerrit gewonnen, dat weet ik wel nog. En zaten daar kreeft te eten. En mijn mama en ik, we hebben toen net gedaan met werken op het huis waar we nu wonen. En mijn mama zag Karen, en we heel hard te roepen van Karen, Karen, Karen. Dan hebben wij besloten om er toch maar bij te gaan. We dachten van, we doen het toch maar om erbij te geraken. En dan zijn we erbij gegaan. Hebben ze natuurlijk eerst smakelijk goede avond. En ja, dat ging eigenlijk heel vlot. Ze waren ook super vriendelijk. Zij wilden ons knuffelen, maar ja, we waren zo vuil dat dat niet ging. Kathleen wilde toen nog een hand geven. Wij zeiden van, nee, dat gaat echt niet, want we zijn echt te vuil om een hand te geven en een knuffel. En dan stelden ze een paar vragen en zo. En ja, een beetje gebabbeld eigenlijk. Een beetje nu meteen griep bij K3 op zich. En dan ja, uiteindelijk hebben we dan gevraagd dat we een kaartje konden krijgen voor mijn papa en mijn oma om te bewijzen dat we K3 gezien hadden. En dat hebben we dan ook gedaan. En dat was echt weer heel leuk om zo'n ontmoeting mee te maken. Dat blijft je altijd bij natuurlijk. Bij de servier. Nee, als je dat passeert, en nu zeker omdat mijn mama niet meer leeft, heb je wel zo'n plaatsen waar je denkt, ah, we moeten toch even daar stilstaan. Want dat hebben we daar beleefd of dat hebben we daar beleefd. En ja, en dat doen we dan wel heel vaak eigenlijk om erover na te denken. Maar ik dat wel belangrijk vind om zo zaken wel over na te denken eigenlijk. Dus dat doen we dan ook. We zijn onder. De maan is er al. De zon is echt aan het ondergaan, mensen. Dat is niet normaal. En het wordt ook wat frisser. Dus ik ben niet benieuwd. Ja. Ik kom hier niet vaak. Aan deze kant. Dus het heeft een beetje redenen. Maar we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Paardjes staan in de way. Voor het koude weer. Hier staan ze dan. Zo, we zijn er. Daar is de kor uit. Dus we zijn aangekomen. Aangekomen. En nu gaan we die kar pakken. Even kijken of de kar erin past. Dat is wel makkelijker als we een kar kunnen pakken. En dan gaan we hier eens inkopen. Dus het is lang geleden dat ik nog lang ben geweest voor ik in mijn krisje. Dus en nu ben ik hier helemaal alleen. Die was zeggen ze die wat kwijt of zo. Dus ja, haar man werkt hier ook. Dus ja, die gaat zeggen ze die wat kwijt.
maar natuurlijk niet. Ze zijn niemand kwijt. Moeten we gaan een karretje pakken. Zo, zijn die los. Gaan eens kijken. Zo, hier lopen we dan in de kwaliteit. Gaan eens kijken wat we allemaal moeten hebben. We hebben oude kroosten genomen. En gaan eens kijken wat het best dat we kunnen meenemen. Ik weet niet natuurlijk naar alle status, voor mij ook een beetje zoeken. Hè. Hier staat in ieder geval het water. En eens kijken voor de kattenvoeding. Kattenvoeding gevonden, ik heb hem hier gelegd. We gaan het eens proberen. Bijvoorbeeld de kat die lust. Dus we gaan eens kijken wat het volgende. Dat hebben we allemaal geshopt. Dat mag dicht. En nu zijn we terug buiten. Het was even wat zoeken, want ja, het was niet gemakkelijk. Het gaat wel wat wegen, maar kijk, we hebben alles wat we moeten hebben hier. En dan gaan we nu naar de volgende. Aldi. De lasagne, zo. Koen. Het weet wel. We gaan een karretje moeten rijden. Kijk. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat doet dat zo op deze manier. En dat is ook helemaal niet verkeerd. Niet zo druk kan rijden, ik was zeker voor om daar. Het gebeurt wel een keer dat het daar druk is, maar het viel eigenlijk heel veel mee. Het was niet zo druk. Ik had gedacht. Dus, het valt wel mee. Zo. Hier op straat. Terug. Hier is echt een klein hondje zo. Dat is echt een klein poedel. Dingetje. Ik was gewoon te denken dat het een poedel is. Maar het is echt al donker aan het worden. Zo. Maar dat merk ik ook. Dus, net. Het is al donker geworden, mensen. Het is al donker geworden. Het licht is uitgegaan buiten. Kijk maar, het licht is uitgegaan buiten. Helemaal. Dus het licht is uit. Het licht. Dus ja. Maar dat is niet erg, want het is niet laat. Dus. Maar dat lijkt dan zo precies of het is laat. Terwijl het niet laat is. Ik ben naar de Aldi geweest ondertussen. Daar heb ik alles mee gedacht dat ik nodig had. Dus, ja. Dus nu gaan we denk dat natuurlijk wel meer en meer te wegen. Maar dat hoort er een beetje bij. Dus, daar kunnen we niks aan doen. Dat hoort gewoon. Nu gaan we naar de. We gaan naar de buitenkant. We zijn net de shopping buiten, hebben we toch iets gevonden. Het is heel mooi, vind ik persoonlijk. En nu gaan we richting Huiswaarts. Het is cool hoor. Het is wel zweet daar. Maar ja, ik heb dan ook een dikke jas aan. De verwarming staat daar hoger, dus. In de kerst, maar was er ook. Toch een paar keer aangesproken, dus ik heb wat tijd gemaakt om een foto te maken. Maar dat vind ik helemaal niet erg of zo, hè. Dus. Ja, met veel liefde dat ik mensen mee op de foto ga. Dus dat is geen enkel probleem. Nee, dat is niet aan de overplaats. Kom! Spijt dat ze die ene fles niet meer hadden. Maar ja, ik kan niks aan veranderen. Dus. Oh, het is echt wel. Het is gek omdat we nu juist. Nog al ver gewandeld, we hebben nog wat kilometers gedaan. Dus het
En dat is niet normaal. Dat is echt veel. Ik denk dat vanavond al de arm gaan voelen. Doe het allemaal links. Het is een overdekte parking. Dat is wel mooi gemaakt, vind ik. Heel mooi gemaakt. Het was daar ook zo heel mooi, zo'n jurk. Het draait en zonder ze allemaal huisjes in. Ik zal dat filmpje apart er al op zetten. En dat is echt wel mooi. Een trouwjurk met huisjes in. Dat is echt wel knap gedaan. Zo'n dingen vind ik echt wel mooi. Maar we mogen niet filmen met de camera. Shopping. Dus. Moeten we het op een andere manier. Kijk, het licht allemaal. Toch wel wat zwaar te worden. Zo, we gaan eens kijken wat er in de ijskast moet. En wat niet. Deze natuurlijk niet, want die kun je niet smelten. Die voistrijden. Achterwassen. De rest is voor de kat. Vond je dit een leuke video? Dan zeker de morgen. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.